Hey allemaal, welkom weer bij mijn Vrij Me video. De video die je bekijkt voor, tijdens of na je Vrij Mibo, je vrijdagmiddagborrel of een borrel in het weekend. Vandaag ga ik het hebben over manieren om te ontspannen zonder drank. Ik kan je vertellen, ik krijg bijna dagelijks mails en berichten van mensen die zeggen: ja, maar goed, het is allemaal leuk, maar het leven is natuurlijk niks meer aan als je niet meer drinkt. Of hoe moet je dan ontspannen? Wat moet je dan doen na een dag hard gewerkt hebben en dan heb ik echt zo'n borreltje verdiend om 5 uur? Geloof mij, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik heb het jarenlang gedaan. Zo'n 2 of 3 keer in de week dat ik dacht, ja, ik heb het nu verdiend. Weet je wel, lekker even wijnen. Ofwel thuis of ergens anders. En ja, sommige mensen doen dat iedere dag met 2 of 3 glazen of 1. En sommigen doen het 2 of 3 keer in de week. Hoeveelheden maken in dit geval niet zoveel uit. Daar zal ik nog een andere keer een video over maken. Maar het gaat even om de manieren om te ontspannen. Omdat heel veel mensen die drinken denken, nou ja, dan is dat voorbij. En dan heb ik dat fijne, warme momentje wat alcohol mij geeft, dat heb ik dan niet meer. Dus ik ga het vandaag eens hebben over andere manieren om te ontspannen, die misschien en waarschijnlijk niet zo heel aantrekkelijk voor je klinken. Waarom? Omdat je erin gelooft dat alcohol de enige manier is om te ontspannen. Mocht je je dus voornemen van, nou, ik wil eens een tijdje minder drinken, of ik wil wat langer niet drinken, of een tijdje niet drinken en daarna wel zien, dan zijn dit misschien tips waar je wat mee kan. De eerste is het goed plannen. Dus mocht je altijd standaard op vrijdagavond, dat was het dan voor mij heel erg, van ergens naartoe gaan of naar een café of met bepaalde mensen afspreken, plan dan echt specifiek iets anders. Ga met mensen naar de film. Ga, als het seizoen ernaar is, 's avonds nog iets buiten doen. Ga naar een yogales. Ga in bad, ga een boek lezen, ga met een vriend of vriendin afspreken die niet heel erg een dikke band heeft met alcohol. Weet je, bedenk specifiek iets waar geen drank aan hangt. Ik denk dat veel mensen ook in die valkuil stappen, dat ze tijdelijk of langer niet drinken en dat ze hun gewone patroon doorzetten. Ik weet nog, toen ik net stopte, en toen wist ik nog helemaal niet voor hoe lang, dat ik ook gewoon naar onze eigen stamcafé ging en daar dan 3 chocomelletjes of 4 spa rood ging drinken. Maar het sloeg nergens op. Want ik verwachtte van diezelfde situatie hetzelfde genot, zeg maar. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet, want de essentiële factor alcohol was er niet meer. Dus wat mijn tip heel erg vandaag is dat je je horizon verbreedt naar andere dingen. Ik wilde juist vandaag dit onderwerp behandelen, omdat van de week een van mijn deelnemers in mijn programma zei van, ik ben zo verbijsterd, en zij is nu iets van 60 dagen zonder alcohol, dat ik zoveel meer vrijheid heb om in het weekend andere dingen te doen. En dat ik me, toen ik nog dronk, me totaal niet bewust was, dat zo mijn leven dirigeerde. Dus dat ik nu kan denken, ik kan altijd naar huis rijden. Laten we na dat bezoek aan die mensen nog even dat doen. Of belt mijn dochter 's avonds om 12 uur, kom ik je halen. Voorheen was alles altijd rondom, ja, dat kan niet, want dan gaan we drinken. Zondagavond soms zelfs dingen regelen op mijn werk, zodat ik nog wat langer door kan drinken. Weet je wel, alles draaide daarom. En wanneer dan je dag helemaal open staat, vanaf vaak 's ochtends vroeg, omdat je goed slaapt, omdat je je fit voelt, omdat je je sterk voelt, omdat je niet trillend van een kater op de bank ligt, dat schept zoveel mogelijkheden en geeft zoveel vrijheid. Maar het is dus denk ik belangrijk, en dat is de belangrijkste tip van vandaag, om er goed over na te denken van, wat is er nog meer wat ik kan doen wat niet per se direct met drank te maken heeft. Nou jongens, ik wens jullie een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer.